Het was een behoorlijke verrassing voor de bandleden van het Nijmeegse El Hazar toen ze afgelopen weekend een berichtje kregen van Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran. Hij ging een single Ivory draaien in zijn radioprogramma op de Amerikaanse zender Sirius XM. In dat programma besteedt hij samen met zijn sidekick Katie Kressner aandacht aan nieuwe muziek. Deze wereldberoemde zanger kent u vast, Simon Le Bon van Duran Duran. Nou ja, ik ken hem al heel lang, maar hij kent mij nog niet zo lang. Nee, bij ons zat hij wel in de cd-speler en in de platenkast. Deze band ken je vast nog niet, maar Simon Le Bon van Duran Duran kent ze wel. We kregen op onze Instagram in één keer een berichtje van hey, we zijn van radioprogramma Woosh, we gaan jullie draaien. Dus ik dacht, nou, zal wel. En toen in één keer gingen we lezen van, dat is Simon Le Bon van Duran Duran. You heard Ivory by El Hazar. De bandnaam klopt. Nu alleen de stad waar ze vandaan komen nog. They're from Nijmegen. De presentatrice, een Amerikaanse die al heel lang in het team van Duran Duran zit, die dacht Nijmegen. Simon Le Bon corrigeerde het. Oh, Nijmegen. Maar hoe kwamen ze nou bij jullie terecht? We weten nog steeds niet hoe ze bij ons terechtkwamen. We hebben nog gevraagd van, waar hebben jullie ons in godsnaam gevonden? Maar daar hebben ze tot nu toe nog geen antwoord op gegeven. Dus we hebben echt geen idee. De presentatoren verbaasden zich over dit goed bewaarde geheim uit de Waalstad, dat nog maar zo weinig mensen kennen. They have under 600 followers on Instagram. Dat snap ik wel vanuit hun positie. Die zijn natuurlijk een miljoenen publiek gewend en wij moeten het met 600 volgers doen, nog. Met zo weinig bekendheid in Nederland hebben de bandleden er voorlopig allemaal nog een baantje naast. De helft van de week zijn we serieus aan het werk en de andere helft staan we op het podium. Maar denk je er stiekem wel over om je baan op te zeggen? Want nou kan het alleen maar meer worden. Nou ja, even afwachten hoe het gaat. Make way.